Beste vioolliefhebbers, welkom in les 7 van Pak je viool en speel. In deze les gaan we leren om met boogjes te spelen. Dat betekent eigenlijk dat je meerdere nootjes in één streek plakt. En dat is lastig omdat je tot nu toe gewend bent om per noot te strijken. En nu moet je eigenlijk leren om rechts alleen maar een lange streep te maken en links van noot te wisselen. Gaan we eerst even een oefeningetje doen, gewoon helemaal los, om eens even te kijken of dat een beetje wil lukken. Dan mag je je strijkstok op de snaar zetten. Dan beginnen we even op de D-snaar. En wat we doen is eerst een losse en dan plakken we de eerste vinger erachteraan en dan de tweede vinger. Ja? Ik tel 1, 2, 1, 2 en dan gaan we beginnen. 1, 2, 1, 2, losse snaar, eerste is dat het meestal even wat tijd kost voordat het lukt. Dus probeer dat ook eventjes een tijdje voor jezelf. Ga ik ondertussen heel eventjes uitleggen waarom we graag ook met boogjes spelen. Als we bijvoorbeeld liedjes naspelen, dan is het mooier om veel boogjes te gebruiken. Omdat eigenlijk als je steeds een nieuwe streek maakt, je net wat tijd nodig hebt om je noot te laten klinken. Het is een beetje vergelijkbaar, niet helemaal, maar met een accordeon die lucht blaast en dan de klank eruit komt. Daar zit altijd wat tijd tussen. Nou, dat heb je met strijken ook een klein beetje. En als je dus alle nootjes los strijkt, dan gaat het snel wat stoterig klinken. Dus bijvoorbeeld als je een liedje zingt, vader, ja, op deze manier, dan klinkt dat wat gestrest. Nou, dat heb je bij de viool soms ook. Als je dan alle nootjes losstrijkt, dan klinkt het wat gestrest. Dus dat moet je altijd eventjes luisteren naar de muziek. Van wat klinkt mooi. En dan, ik vind zelf dat bij alle liedjes die worden gezongen, dat het heel vaak mooi is om veel boogjes te gebruiken. Dan gaan we gelijk beginnen met het eerste liedje wat ik heb uitgewerkt. Je kunt even kijken op de website www.vioolzeeland.nl en dan onder het kopje nieuws, daar kun je altijd de nieuwste uitgewerkte vingerzettingen van videolessen vinden. En anders, als dat niet lukt, dan kun je ook even een screenshot maken van het papiertje wat ik nu omhoog hou. Dit is het eerste liedje wat we gaan doen. Wat nieuw is, is dat hier zo een streepje zit tussen de vingers. De vingerzettingen. En dat betekent dus dat je daar een boogje moet plaatsen. En aan het eind van het liedje staat twee keer. Dat betekent dat we hem twee keer gaan spelen. Ik ga even een klein stukje uitleggen van het begin. Want wat we doen daar is eerst de twee nootjes aan elkaar spelen in een boogje. En dan de volgende twee nootjes ook weer aan elkaar spelen in een boogje. En dan heb je twee lange nootjes. Dus het eerste 6 nootjes wil ik even apart oefenen met jullie, gewoon om de handigheid erin te krijgen. Dan mag je je viool weer even op je schouder zetten, strijkt ze ook bij de D, vingerzettingen, of vingers ook bij de D. We beginnen met de D en dan in een boogje naar de eerste vinger. En dan moet je wisselen van stok en dan spelen we in een boogje de tweede en de derde vinger. En dan twee losse aanslag. Oké, ik tel 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, losse vinger, eerste vinger, dan terugstrijken, tweede vinger, derde vinger, dan een losse A en nog een losse A. Dat doen we nog even een keer. Losse D, eerste vinger, tweede vinger, derde vinger, losse A, losse A. Oké, nu gaan we het hele liedje spelen. Ik tel 1, 2, 1, 2 en dan gaan we beginnen. 1, 2, 1, 2, losse vinger, eerste vinger, terugstrijken, tweede vinger, losse A, lang, losse A, lang. Dan gaan we naar de eerste vinger, naar de tweede vinger, derde vinger, tweede vinger, lange. Ja, dat was een hele lange losse A. Gaan we naar de D. En dan weer in een boogje naar de eerste vinger. Tweede naar de derde. Los.
was hem. Dan gaan we hem nog één keertje achter elkaar spelen. En dan zeg ik niet welke nootjes we spelen. En daarna gaan we met muziek doen. 1, 2, 1, 2. Muziek aanzetten. Tel 1, 2, 1, 2 en dan gaan we beginnen. 1, 2, 1, 2 en... dingen nog een beetje lastig vinden, dan kun je dat ook eventjes zonder muziek voor jezelf oefenen. Het laatste liedje wat we gaan doen is best wel een lang liedje. Het is Make You Feel My Love van Bob Dylan. En wij kennen het natuurlijk ook van Adele. De nootjes zien er zo uit, de vingerzettingen. Dan kun je eventueel een screenshot maken en anders kun je ze ook van de website halen, zoals ik net al heb gezegd. Kijk, zo zien de nootjes eruit. En dan zie je in de tweede regel hier twee keer staan. Dat betekent dat je de eerste twee regels twee keer moet spelen. En de rest speel je gewoon één keer. Ik ga een klein stukje voordoen. Dan kunnen we even inkomen in de melodie. En daarna ga ik je rustig door het liedje heen coachen. We beginnen op de A-snaar. Gaan we hem even samen proberen. Ik coach je er een beetje doorheen. We beginnen op de A-snaar. Die spelen we vier keer. Daarna komt de derde en de tweede vinger op de D in een boogje. Oké, ik tel 1, 2, 1. Want we beginnen op de tweede tel met het liedje. 1, 2, 1. Boogje. A. Eerste vinger op de D. Losse A. Thank you.
dat was hem helemaal. Dat was een heel lang stuk. We gaan hem nu met muziek doen. En dat is misschien nog veel te vroeg voor je. Want het was heel veel moeilijke dingen in één stuk. Dan stop je gewoon de video. En dan probeer je hem nog een aantal keer voor jezelf. Totdat hij een beetje vloeiend begint te lopen. En dan zet je hem gewoon weer aan. En dan probeer je hem met muziek te gaan doen. Ik tel 1, 2, 1, 2 zet ik de muziek aan en dan moet je nog één tel wachten en dan beginnen we pas. Maar je kunt wel alvast je strijkstok klaarzetten op de A. 1, 2, 1, 2 en... Was het voor deze les. Mijn advies is om regelmatig deze stukjes te herhalen van het begin van de les tot aan het eind van de les. En dan zul je merken dat je er steeds meer handigheid in krijgt. Iedere dag oefenen is eigenlijk het beste wat je kunt doen. Maar dat mag je helemaal zelf weten voor de rest. Wat ook handig is, is om nog even de oude lesjes erbij te pakken en ook nog een paar keer te proberen. Want dan zul je merken dat je dat al wat makkelijker vindt dan wat we nu hebben gedaan. Dus blijven herhalen, blijven oefenen. Mocht je nog meer tips willen hebben of je hebt nog vragen, mag je mij altijd even mailen. Mijn e-mailadres is violes@hotmail.com. En voor de vingerzettingen van deze les kun je de website bezoeken. De website is www.vioolzeeland.nl en dan kun je onder het kopje nieuws kijken. Voor nu hartstikke leuk dat je weer mee hebt gedaan en heel veel vioolplezier en tot de volgende les. Doei!